Goedemorgen iedereen, leuk dat jullie weer kijken bij deze zondagvlog. Het is zondagochtend, of tenminste zondagmiddag, het is net 12 uur geweest. En ik had gisteren lekkere boodschappen gehaald, moet ik nog eerst gaan uitpakken. Want, vandaag gaan we Manon en ik gezellig een filmpje kijken thuis. En daar heb ik natuurlijk wel veel lekkers bij nodig. Ik zal even laten zien wat voor lekkere dingen ik heb gehaald. Laat ik meteen met iets gezonds beginnen. Lekkere bananen, niet specifiek voor bij de film, maar ik dacht... Dat neem ik ook gewoon lekker mee. En dan gaan we nu naar de lekkere dingen. Kijk. Lekkere reep chocola. Kijk. Nog een lekkere reep chocola. En lekkere, tenminste, dit was niet eens van mij. Ik weet niet, dolle. Van Manon. Van die beertjes. Ik hou er niet zo van. Maar wat ik wel echt lekker vind... zijn die karamel witte chocolade popcorn. Albert Heijn. Ik weet niet eens of het ook bij andere supermarkten verkrijgbaar is. Maar deze is lekker. Van de Albert Heijn is die. En mocht het nou een beetje warm worden, heb ik altijd nog deo mee. Nee, ik had hem sowieso nodig. Ik heb nog niet eens gespoten vandaag. Dus dat moet ik zo meteen ook nog even gaan doen. Voordat ik hier al ga stinken. Ik heb wel gedoucht, maar deo kan geen kwaad. Het zouden meer mensen moeten doen. En natuurlijk een lekkere blikje Dr. Pepper. Normaal gesproken ben ik niet echt van de prik. Maar af en toe heb ik van die momenten dat ik gewoon een prik moet hebben. Ik kom deze tegen in de supermarkt. En ik dacht, hey, die moet ik weer even gaan proberen. Het is een tijdje geleden dat ik het heb gedronken. Maar toen ik het dronk, vond ik het wel lekker. Breng me weer terug naar vroeger, toen ik het vaak dronk. Dus deze gaat zeker mee, zometeen. Bij de film. Voor de rest... nog een blikje. Eén blikje drinken is niet genoeg. Voor de rest hier kauwgom, dat is niet speciaal voor bij de film, maar wel lekker. En voor de rest, ik heb net al gegeten. Dus dat hoef ik niet te laten zien. Huis hebben we net opgeruimd. Alles is weer spik en span. En voor de rest gaan we gewoon het beste van maken. Zoals het zondag hoort te zijn. Lekker, smak smak. Huh? Ja, je zit helemaal in je telefoon, hè? En eet shit. Lekker, hè? Lekker, hè? Echt zwaar. Oh, jongen. Ja, lekker, hè? Ik zat echt zo in mijn kop. Ja. Twee oude bejaarden gewoon hier op de bank. Lekker onder de dekens. Heerlijk, hè? Maar dan vermaakt zich wel met de telefoon. Huh? Junkie. Ja. Nissa slaapt gewoon op tafel, gewoon zomaar. Voetbal op tv. Geen toffe wedstrijd, maar het is voetbal. Even kijken wat er nog meer op tv is, want saaie wedstrijd van Ajax is... Dus, Lekker hè? Reetzak. Stomme chips, zo. Ik ga een broodje eten. Nee, je eet alles door elkaar. Ja, ik heb honger. Ja, lach maar. Komt toch wel in, hè? Reetzak. Doe ik ook jouw slaapbeelden erin. Ah, ja. Brutaliteit van je. Ja, dat komt erin, hè? Denk maar dat het niet komt. Kilo in een bijrijdersstoel. Ik ben niet met mama. Niet te rijden, ik ben kapot. Maar dan wilde nog even richting Bijenkorf. Ik zeg ga je gang, maar ik rijd niet. Ik was lekker in slaap gevallen. Ik ben nu net weer wakker. En we rijden Amsterdam binnen. Weer Amsterdam. Daarna gaan we richting Culemborg. Daar woont de moeder van Manon. Ik weet niet hoe lang Manon nodig heeft. Ik moet mijn ogen daar dicht houden, want ik moet niks meer gaan kopen. Ik ben nu even voorlopig klaar, al zeg ik het zelf, maar ik moet het gewoon volhouden. Gat in je hand. Nee, dat is ook weer niet, hè. Heel chaotische shit hier in Amsterdam. Vanwege de drukte van die intocht shit, kon er niet richting Bijenkorf.
En ik haat drukte, zoals jullie mij kennen. Dus we hebben nu even ergens anders geparkeerd. Dan maar niet naar Bijenkorf. Even ergens anders het cadeau scoren. Voor de moeder van Manon. Want anders komen we alleen maar later aan. Dus we moeten even improviseren. Ja, we zijn nu bij de Skins Cosmetics. Even cadeau scoren. Genoeg Kees, kijk maar. Het is inmiddels gewoon weer donker, want tegenwoordig wordt het heel snel donker. We hebben eten besteld. Yes, lekker roti roll heb ik besteld in Bacabana. We zitten alleen maar op de bank eten vandaag. Leiden. Nog steeds die dekens. Lekker hoor. Te erg. En nu kijk ik eindelijk een leuke voetbalwedstrijd. Feyenoord Zwolle. Dus ik vermaak me wel. Voor de rest doen we niet echt veel gekkigheden hier hoor. Gewoon lekker tranquilo. Voor mij? Ja, roti roll. Lekker hoor. En ik heb ook nog roti roll. Ik heb het altijd over eten in mijn vlogs. En bakkenbanen. Ja, dat ook nog. Beter. Jongen, jongen. Moet weer wat kinertjes aankopen, want we zijn heel erg afgevallen in Mexico. Nee, hou op. Hey, het is koud buiten. Ik wilde een filmpje gaan huren. We moeten ook weer trekken in McDonald's. IJsje. Dus we gaan nu even snel richting McDonald's. We willen het weer grappig doen, hè. Zo gaan we aan het wegrijden. De leukste thuis. Ik ga even snel een McFlurry halen of zo, een hamburger. En dan gaan we weer lekker warm thuis zitten. Ik vind het maar niks. Het is of winter of het is zomer. En voor mij is het gewoon winter dit. 0 kilometer op de teller. Dus oh, we moeten eerst gaan tanken. Huh? Ik heb geen zin in, ding. Mindo heeft zin in dat. Zeg je? Mindo heeft zin in. Hoe? Ik heb geen zin. Nou, je hoe zei je het net? Ik heb niet zo erg in Mino heeft zin in dat? Ah, jongen, jongen, jongen. Mino loopt net, denk ik. Huh? Mino loopt net, denk ik. Portemonnee ben ik niet. Ik wel. Oké. Okay. Hoop het voor je. Gordel niet om het wezen aan de fiets. Nou, dat is zo. Heerlijk hoor, niet hoeven rijden. Ik hou wel mijn hart vast. Want vrouw achter het stuur, bloed aan de muur. Dat zeggen ze toch? Zal ik niet ontkennen. Jij. Ik weet niet wat het is, maar ik verlies mijn focus. Jouw zag staan. Misgelopen. Zo ziet hij ook, wanneer. Gaat hij tanken dan hoor? Ik ben eens gaan tanken, dus dat betekent dat ik niet de kou in hoef. Hij is not amused. Weet jij wat je wilt hebben? Aha. Nee, hè? Flurry M&M's alleen. Goedendag, mag ik Mag ik een losse hamburger? Nou, twee. Mag ik een losse hamburger? Ja. En 1 McFlurry M&M's. Gewoon de originele. En een sundae chocola. En een sundae chocola. Sundae chocola? Ja. En dat was het al voor mij. Doe maar nog 1 losse hamburger extra. Dat was het al. Ja. Ja, lekker. 90 mag je doorrijden naar de eerste raam. Dank je wel. Lekker, lekker. Theo, ben jij een irritant? Eentje zeg. Goodness gracious. Nee? Aha, met McFlurry voor jou? Zijn de ijs voor moi. En een goede hamburger. McFlurry zit meer in. Dus ja? Oké. Okay. Lekker? Hm? Mm. Ja? Great. Voordat we thuis waren had ik het al op, maar zij is nog steeds bezig met de ijsje. Huh? Krijg je het op? Yeah. Ja. Het is wel echt vol. Grote mond. Hoeveel moet je nog? Bijna klaar. Vind je leuk, hè? In beeld komen. Huh? Kom je bij Dwayne Zandvliet op zijn YouTube kanaal. Mm. Ja, hè? Gezellig. Kijk dan, alleen maar lekkere dingen. Jongen, 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 jongen.
Welke film gaan we kijken? Jason Bourne. Jason Bourne gaan we kijken? Ja. Kan jij het zetten of moet ik het zetten? Zet je maar aan. Mag ik ze openkomen? Ik zie er niet uit. Met één hand is het lastig. Kan die andere kant openmaken? Dit is een goeie, hè? Ja, hè? Gaat Jason Bourne gaan we zetten. Hey. Goed uitgekozen. Jawel, hè? Lekker. Dan meteen doos. Daarom, Dr. Pepper. Can you handle the taste? Mmm. Even een slok nemen hoor. Het is zoet. Popcorn. Ja. Jij hebt gekozen, jij houdt van zoete dingen. Mm-hmm. Is lekker hè, die Dr. Pepper. Slapend. Oh ja, dat is mm. Gevaarlijk. Jongen. Excuses. Deze gaan we erin houden. Huh? Boodschappenlijstje, volgende keer. Dr. Pepper erbij schrijven. Mm. En we gaan dus de film Jason Bourne even checken. Nadat Manon klaar is met haar vlog editen. Duurt mij een beetje lang. Ik ga gewoon die film starten en dan zien we wel. Kijk hoe snel ze dan gaat reageren. Maar daarbij ga ik ook de vlog afsluiten. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. Duimpjes omhoog natuurlijk. Ciao, ciao. Doei, doei. Zeg die mensen Jumbo. Muchachos. Lekker Jumbo. Doorgaan toch, doorgaan. Go to man, go to man. Huh?